Luister, lieverd, laat één ding duidelijk zijn. Je woont bij mama, je zit hier op school en mama zal nooit toelaten dat je daar zomaar naar school moet. Punt uit. Als papa je ooit zomaar meeneemt naar Schiphol, zonder dat hij dat met mama heeft afgesproken, dan weet je wat je moet doen, toch? Een passage uit het boek dat de moeder van de nu 12-jarige Alaya schreef. Dat haar zoontje uiteindelijk weer terug is, heeft ze waarschijnlijk vooral aan haar eigen strijd te danken. Want de Nederlandse overheid deed maar weinig. En daarom is het boek ook een aanklacht tegen de Nederlandse autoriteiten. Ik weet niet of ik dat aan mezelf te danken heb gehad. Misschien gedeeltelijk. Omdat ik ook de keuze heb gemaakt om daar naartoe te gaan en niet hier af te wachten. En te luisteren naar wat de autoriteiten mij zeiden. Want die zeiden eigenlijk gewoon tegen me: wacht maar af tot wij onze procedures hebben afgerond. En de stille diplomatie is, die gaat het oplossen. Goed, ik heb niet geluisterd. In 2004 werd Alaya door zijn vader meegenomen naar zijn familie in Tunesië. Anderhalf jaar lang leefde Loudi in onzekerheid of ze haar zoon ooit nog terug zou krijgen. Ze schakelde de media in en reisde voortdurend op en neer naar Tunesië. Maar toen de vader op een dag naar Nederland afreisde en in de gevangenis belandde, lieten de Tunesische autoriteiten bij hoge uitzondering Alaya naar Nederland teruggaan. Je moet wel met z'n tweeën weer op nul beginnen. Alaya die heeft het heel anders beleefd dan ik. Hij heeft ook hele leuke tijden daar gehad. En goed, heb ik ook moeten accepteren. Alaya ziet zijn vader en familie uit Tunesië nog steeds, maar alleen in Nederland en onder toezicht. Het boek Mama komt je halen ligt vanaf morgen in de boekhandel.